Dat is dus ja, een kleine minicomputer met een heel sterk goed geheugen. Er zitten dus diverse aansluitingen op. Hier bovenin zitten twee aansluitingen voor ja, het mooiste is eigenlijk dat ik hem open maak. Ik weet niet of je het zien. Ziet het best gewoon staan. Ja. Principaal heb ik zo weer. Ja, ik kan ook dus. Oh. Zo. En hij heeft dus een netwerkaansluiting en vier USB-2 aansluitingen. Een audio-uitgang en een uitgang van videosignaal en dus automatische voeding. Er zitten hier twee connectoren op voor camera en video. En hier dus voor eventuele uitbreiding op ja. IOS. Alles soort IOS-terminals hier. De koelertjes die kunnen erop, een ventilatortje, dus kunnen we netjes weer dichtbouwen. Ja, hij is volledig compatible met een hele hoop plug-and-play spullen. Dus, zoals je ziet ook Logitech muis en toetsenbord herkent hij meteen. Logitech controller herkent hij, je moet hem wel zeggen van wat de knoppen zijn, maar dat komt straks op. Laten we zo meteen zien. Wat er nu op staat, dat is Raspbian. Dat is een van de ja, Windows-achtige programmeertaal of doen wil. Hier zitten dus diverse dingen op, zoals het LibreOffice. Het leren programmeren in diverse dingetjes. Het is allemaal erg simpels om mee te werken. Nou, ja, dit is, ja, spelletje. Er zit een spelletje op je lachje rot. Minecraft, moet je nooit willen spelen, want het werkt van geen meter. Wat heel belangrijk is sowieso internet. En de hulpmiddelen, dat is dus alles wat je een beetje SD-kaart kopiëren, je kunt er een Alex-terminal, dan zit je meteen in een basic module. Je kan je dus zelf opdrachten geven. Teksten. Hebben de tekstels hier ook op staan? Nee, die staat op een andere kaartje. Oké, hoe werkt dat dan? Je moet op een andere kaartje. Ja, oké. Je kan dus grafisch, nou, die heb ik dus zelf per pin of pinto, die kan heb ik erbij gezet, want als het goed is dat Image Magic, die staat er standaard op. Muziek en video heb ik een Astral Player opgezet om dus gewoon videobestandjes van mijn harde schijf te kunnen afspelen. En het is over het algemeen MP4. Ja, dit is wat Products Help. Hier kan je dus alles gewoon terugvinden van ik heb start het. Hij zal het dus niet doen, want hij heeft geen internet. Nee, hij heeft geen internet. Nee. Het is misschien leuk om de tekst als te laten zien. Hoe dat werkt. Om de Texas-emulator, of de hobbycomputer-emulator, om het is niet enkel Texas, het zijn dus Atari, alles kun je dus op emuleren op dat programma. Staat dat programmaatje, de link, staat die op jullie website? Dat kan ik je toesturen, daar heb ik een link. Dat is wel leuk, hè, dat je de link hebt. Ja.
Ja, ik heb dat ook op Atari 86 staan. Toen hebben heel veel mensen dat eigenlijk erop gezet. Dus vandaar dat we die workshop gedaan hebben. Ja. Ik kan je de hele image sturen. Dan hoef je eigenlijk niks te configureren. Maar ja, als je er doorheen wil gaan, dan snap je beter wat er, hoe dat systeem in elkaar zit. Ja. Dan is het kaartje wisselen. Ik heb het op een 16.